naar buiten. Wist je dat we eigenlijk maar 11% van onze totale dag buiten zijn? Terwijl we er helemaal niet op gemaakt zijn om de hele dag binnen te zitten. De evolutie is nog helemaal niet zo snel gegaan. Ons lichaam is er nog helemaal niet op gebouwd. Dus we worden eigenlijk helemaal niet blij om de hele dag binnen te zitten. Weer zat vandaag echt niet mee. Nee, we hebben heel veel regen gehad, maar ja, we zijn eventmanagers, we moeten gewoon door alle weren gaan we heen. En nu alweer een beetje zonnetje, dus laten we dat vasthouden. We zijn vandaag op pad met eventmanagers, dus dat is een kritische doelgroep, maar dat mag er ook zijn. En we zien dat ze, nou ja, ze staan heel erg open voor nieuwe verrassende ideeën. Dus dat is leuk voor ons. En nou ja, ook even voor hen is een dagje uit. Dus dat is ook gewoon fijn. Iedereen heeft er zin in. Heeft iedereen zin in verwoorden hoe de locatietour was? Nou, dat was ontzettend een geslaagde goede dag voor eventplanners om zakelijke locaties te bezoeken. En voor mij enorm leerzaam om zo onze zakelijke locaties te leren kennen. Dus geslaagd en gezellig. Dat mag ook gezegd worden. Met locatietour zie je en heel veel locaties, maar je netwerk breidt ook zo erg uit van allemaal mensen die en in je branche zitten, maar ook de locatiemanagers of sprekers of mensen die in de cateringindustrie zitten. Het is zo leuk om alleen maar een hele dag rond te brengen met mensen uit de branche. Super interessant. Enorm in de watten gelegd, absoluut ja. Overal hebben we of iets lekkers van chocola gekregen, of een lekkere lunch, of een diner. Is ongelooflijk, helemaal verzorgd. Volgende keer ben ik er zeker weer bij. Superdag, ja. Ik zie niks meer door mijn bril.